iedereen, ook Tatenstiel, weet gewoon hoe vervuilend het hier is. En op dit moment gebeurt er zo weinig, terwijl we al echt al 100 jaar in deze vervuiling zitten. Mijn opa is hier met mijn moeder en mijn oma heen gekomen, omdat hij een hele goede lasser was. Dus hij kwam in dienst van Tatenstiel en dit was het eerste huis dat ze kochten als familie om echt een nieuw leven op te bouwen. Het was heerlijk om hier als kind op te groeien, gewoon omringd door de duinen, veel buiten spelen, naar de zee toe. Ja, ik besefte eigenlijk niet hoe vervuilend het op dat moment was. Ik weet nog wel dat het soms echt mega stonk. Maar ja, niet dat je dan beseft dat dat heftige effecten kan hebben uiteindelijk. Wat Tatenstiel doet is op dit moment gewoon hele ziekmakende stoffen elke dag uitstoten. Wat ik merk van die uitstoot is dat ik gewoon eigenlijk bijna elke dag met een soort van angst zelfs wakker word. Ik denk, oh shit, straks staat die wind hier vol over het dorp heen en heb ik eigenlijk geen andere keuze dan die giftige stoffen in te ademen. Nou, het is soms echt misselijkmakend. En ook echt wel zo'n druk op mijn borst, zeg maar, minder longcapaciteit. Het is gewoon echt dat je eigenlijk niet wil ademhalen. Ik kom natuurlijk op een gegeven moment ook op een punt dat ik misschien wel kinderen wil. En nu ik weet hoe vervuilend het is, wil ik niet de verantwoordelijkheid dragen voor mijn kinderen dat zij al die vervuiling binnenkrijgen. Voor mij is op dit moment geen toekomst en dat is ook iets wat me dagelijks ook zorgen baart. Dus dat is gewoon heel confronterend en ook wel verdrietig. Tatenstiel is zeker niet genoeg om ons nu te beschermen. Want ze halen ook die uit de kookstweefabriek nu gewoon miljoenen winst. Dan denk ik, als zo'n fabriek al zo lang die ziekmakende stoffen uitstoot, dan moet het gewoon nu per direct klaar zijn. Omdat ze veel te laat geïnvesteerd hebben om het te verduurzamen. Wat ik vind dat de overheid moet doen, is gewoon heel hardhandig ingrijpen. En dat betekent gewoon de kookstweefabriek per direct dicht. Het kan gewoon niet zo zijn dat we tot 2030 moeten wachten totdat die meest ziekmakende onderdelen dichtgaan.